Ik heb een keertje mijn broek geplast. Ja, in Ja, de trein. maar ook bij de trein. En hoe ga je eruit dan? Met een natte broek. Samen Kots? woont, als je samen woont, moet je elkaars kots opruimen. Nee man, dat slaat nergens op. Want als ik zou kotsen en ik zou zeggen, kan je het opruimen? Want ik voel me niet zo lekker. Zou je zeggen, ja, maar jij hebt toch een kot? Nee, dan zou ik het ook opruimen. Ja? Ik had een keer bij een vriend, ging parfum spuiten boven zijn wasbak. Toen gleed die parfum uit mijn hand en toen was de hele wasbak kapot. Is schorpioenen is het? Ik weet het niet eigenlijk. Nee, jij ging met mij chillen, niet ik met jou. Ja. Oké, hallo jongens en welkom bij een nieuwe video. Na de vorige keer mag je echt wel wat blijer doen hoor. Dat is goed. Ja. Oké, wij gaan een video opnemen. Never have I ever. En we gaan beginnen. Oké, heb je ooit eten uit de vuilnisbak gehaald om het daarna weer op te eten? Okay, ja. Ja, wel hè? Ja. Ja, dat was een keer toen Angelique eten had weggegooid. Maar het lag gewoon boven op de prullenbak toch? En het zat nog in een papiertje. Dus. Oké. Gehuild om een boete te voorkomen. Ja. Ik kwam bij NS. Echt? Ja, maar ik kreeg die boete alsnog. Die man had echt geen medelijden. Hé, hey, noem gewoon naam. Wat? Je zegt, oh, bij NS. Ja, oh, NS. Ik dacht was zijn naam of zo. Nee, man. Het in mijn broek gedaan in het openbaar. Het in je broek gedaan? Ja, geplast in je broek. Heb je ooit in je broek geplast? Nee, man, maar ik heb wel een keer in de trein geplast. Ik kon het niet ophouden. Ik heb een keertje mijn broek geplast. Ja? In de trein? Ja, maar ook bij de trein. En hoe ga je eruit dan? Met een natte broek. Ja, oké. Okay. Nee, maar iedereen ziet je toch? Je ja, man. En ik had ook geen jas om er overheen aan te doen. Ja, man. Ik heb echt veel L's gepakt in mijn ja. leven. Geld verdiend met criminele activiteiten. Oké. Een nacht in de cel doorgebracht. Ja, man. Ja, nu ben je savage, hè? Hé, wacht, ik ga een andere shirt aan doen. Ben je echt serieus? Ja, kan gewoon. Hij is echt dicht op, man. Kijk uit. Hoe zet je het gewoon normaal? Gekotst in het openbaar. Ja, maar I have. Ja, en weet je wat het grappigste is, jongens? Hij heeft zelfs in een vlog voor Glamour heeft hij gewoon gekotst in de auto. Hier is een klein stukje om het te laten zien. Daviel heeft gewoon gekotst. Gadverdamme. Weet je hoe het komt? Als je gaat drinken op een lege maag, wordt zulke dingen. Nou, jongens. Nee, maar met je kotshanden weer in die camera. Zelfs op het raam. Ik alle vies, ik man. Ik heb nog nooit gekotst. Ja, maar wie mag het weer opruimen? Ik natuurlijk. Kadels, man. Die was echt fucked up, man. Ja, maar als jullie de hele vlog willen zien van Glamour, het staat in de beschrijving. Het is echt super grappig, dus ga het checken. Die was echt fire. Ja, man. En laatst hadden we een studio sessie. Toen heb je daar ook de studio onder gekotst. En ook... Kom in, man. Doe deze dagen, man. Niks goeds, man. Nee, en laatst had hij ook in de wc gekotst. En toen hadden we een discussie wie het ging opruimen. En hij zei als ik het niet zou opruimen, dat hij dan ons zou onthouden. En daarmee bedoelde hij dan te zeggen van als ik hem volgende keer iets zou vragen, dan moet ik hem niet vragen. Maar het is toch normaal dat je je eigen kot opruimt? Dus. Nee, maar zo hoort het, man. Hoezo? Als je samen woont, moet je elkaars kots opruimen. Nee, man, dat slaat nergens op. Want als ik zou kotsen en ik zou zeggen, kan je het opruimen, want ik voel me niet zo lekker. Zou je zeggen, ja, maar jij hebt toch gekotst. Nee, dan zou ik het ook opruimen. Ja? Ja, je moet elkaar voor zorgen. Ja, weet je het zeker? Ja. Okay. Dus de volgende keer dat zij kotst, gaat ze het nog steeds zelf opruimen. Oké, okay. Iets kapot gemaakt bij het huis van een vriend en daarna niet verteld. Ja, man, sowieso wel. Sowieso bij Sharon. Was wel iets, man. Je hebt gaten in zo'n bank gemaakt. Ja, niet alleen dat hoor. Oké. Ik zou echt niet dan zo'n vriend als jou willen hebben. Ik had een keer bij een vriend, ging parfum spuiten boven zijn wasbak. Toen gleed die parfum uit mijn hand en toen was de hele wasbak kapot. Ja, hoe kan je een wasbak kapot maken met één flesje parfum? Ik heb altijd zulke dingen, man. Dus ja, ik weet niet wat kan, man. Ik ben gewoon super low. Iets uit de winkel gestolen. Sowieso wel. Ja. Ik wist nog dat ik een snoepje had gestolen bij de kruidvat. Ik was toen met een vriendin. En die man had me gewoon staande gehouden.
die beveiliger bij de kruidvat. En toen, dat was zo echt slecht stelen, man. Ja, maar dat was gewoon 2 jaar geleden of zo. Ja, ja, en toen zei hij van, ja, kan je dat snoepje uitspugen, want ik had het nog in mijn mond. En toen had ik het opgegeten, toen zei hij, ja, kom maar mee naar achter. En toen had hij mijn ID. En toen zei hij van, ja, ik ken je vader. Toen dacht ik, hey, shit, maar toen heb ik een jaar verbod gekregen. Oh, dit. Ik ken je pa. Oh, dit. Dat verwacht je echt niet. Nee, man. Iemand gefriendzoned. Ja, man. Dat vaak ook zelfs. Ik niet, man. Ik ben daar echt te aardig voor. Maar mensen, ja, jullie kennen hem misschien nog niet zo goed, maar hij is echt heel erg high class. En echt tegen iedereen. Maar ja, ik vraag me af hoe het mij wel gelukt is. Tja, dat is wel een beetje. Zelfs toen werd je eigenlijk al een beetje gefriendzoned, hè? Wat, je weet zo wat je ja, in het begin wel. Want je zei, oh, je hebt echt mooie ogen. Toen zei ik, ja, jij ook. Ja. Ja. Ja, maar daarna wou je wel vaak met me chillen. Je wou me gewoon elke dag zien, hoor. Dus. Nee, jij ging met mij chillen, niet ik met jou. Weet je het zeker? Jij wil allemaal graag met me chillen. We chillen allebei met elkaar. Ja, dus ga niet doen alsof. Een vals nummer gegeven aan iemand die interesse in mij had. Ja, man, sowieso. Ja. Ja, geef gelijk een nummer. Zo vroeger wel. Ja. Ja, maar nu niet meer, hoor. Scheet gelaten in iemands gezicht. Ja, sowieso. Ja, maar jij doet dat kapot vaak bij mij. En wie nog meer? Ik denk mijn broertjes. Bij mijn broertje heb ik ook al vaak gedaan. Ja, en bij jou. Maar dat komt omdat jij het ook altijd bij mij doet. Iemand respectloos gedumpt. Nee. Jij sowieso. Ik wil zeggen ja, maar beter nee, man. Nee. Nee, maar ik kan het echt niet. Ik vind dat als je iemand dumpt, moet je het gewoon op een nette manier doen, jongens. Gelogen over mijn leeftijd. Ja, man. Ja. Koude hart. Koude hart. Altijd, overal. Ik weet niet waar allemaal, man. Ik ging sowieso bor. Toen ik onder de 18 was, zei ik altijd, ja, ik ben 21. Ja, ik weet nog, ik zat in een klas met alleen maar kinderen of alleen maar jongeren die ouder waren. Gingen ze praten over studiefinanciering. Zei ik, ja man, ik heb ook die duo gepakt, man. Mijn zakken zijn vol. En toen een keer zei mijn docent gewoon van, hey Davio, jij bent 17 toch? Dus ik gewoon gepakt, man. Ik zei altijd toen ik 16 was, dat ik 18 was. En ik had ook een vriendin die 2 jaar ouder was en ze leek op mij. En ik gebruikte toen altijd haar ID om binnen te komen in de club. Zo. Ja. Doe maar. In een auto seks gehad. Ja. Ja. Zo kijken naar mij. Nou, ik vraag me af welke auto's allemaal. Ja. Ja? Ik weet niet, man. In eentje man. Oké, okay, dat is goed. In het ziekenhuis gelegen. Ja, man. Ja. Intensive care. Intensive? Of hoe noem je dat? Eerste hulp. Dat is toch hetzelfde? Ja, dat is hetzelfde. Ja. Maar voor wat dan? Kan je niet schoppen de hele tijd? Oh, sorry. Ja, maar ik was een beetje faya gegaan. Toen lag ik daar. Dat eigenlijk voor me. Jij? Ja, ik echt vaak eigenlijk, man. Sorry. Eén keertje in Spanje met school. Toen had iemand iets in mijn drinken gedaan. Waarom lach je? Dat is echt niet grappig, hoor. Vind je dat grappig? Ik ben niet spits. Hoezo spits? Je moet scherp zijn, toch? Ja, maar als je met Matties bent, zou je niet verwachten, toch? Oké. Okay. Schade gereden. Ja, maar jij moet echt dubbel. Ik heb 2 nodig. Ja, man. Deze. Pap, pap. In die Mercedes heb je heel veel schade gereden, jongeman. Niet alleen dat, ik heb hem zelf stuk gemaakt. Ja. Dus hij heeft, zeg maar, waren bij het pretpark. Toen ging hij achteruit rijden. Toen was er 1 grote kras. Bij een autowasstraat stond er een pijltje naar die kant. Wat doet hij? Hij gaat naar die kant. En hij krast gewoon heel die onderkant van die auto. Plus hij heeft de auto laten ontploffen. Dus dit is echt voor jou, man. Ja, man, komt goed. Ja. Gevochten op straat. Ja, man. Ja, ik niet zo vaak, hoor. Jij vocht mij wel vaak. Jawel. Ik weet nog dat ik in de club was en dat de jongen met me wou vechten. Toen had ik gevochten. Maar niet echt vechten. Werd gelijk tegengehouden. Oh. Lief toch? Wat lief. Ja,
Dat hij werd tegengehouden. Nee, ik had niet of jij werd tegen. Ja, maar dat, ik hou daar niet van. Weet je, als je aan het vechten bent. Dat je nog boos is. Ja. Weggerend voor politie. Ja, man, sowieso de. Datingsapp gebruikt. Wat denk ik? Ja, ik wil een keertje voor de lol. Ging ik Tinder aanmaken. Heb je gebruikt niet? Gebruik die app. Ik zit te denken, man. Volgens mij één keer voor de grap. Ja. Ja, ik ook een keer voor de grap. Maar toen zeiden mensen van, ja, je bent een nep-account van Vonneke. Toen had ik mijn Instagram gekoppeld. En toen kreeg ik alleen een bericht van, oh mijn god, Vonneke Bonneke. Dus ja. Ja. In het openbaar geplast. Ja. Sowieso. Ja, mannen mogen dat, vrouwen ook. Allebei. Ja? Ja, toch. Vind je dat de vrouw op straat mag plassen? Ja, tuurlijk. Waarom mag een man wel en een vrouw niet? Alleen, okay. Vrouwen nou, moeten gewoon altijd doekjes in hun tas hebben. Dat mag gewoon altijd. Was je kut. Check, was je kut. Ja, ik had dus, ik weet nog dat ik dronken met de trein ging, met twee vriendinnen. En toen had ik bij het treinstation geplast. Maar iedereen zei altijd van dat ik echt vies was, dat ik op straat ging plassen. Nee, maar kan gewoon. Ja, vind ik ook. Moet ik vrij zijn. Op date geweest en een vriend of vriendin laten bellen omdat je weg wou. Nee, man. Ja, maar ik wel. Ja? Ja. Je taxi is er. Ik heb wel echt vaak gehad dat ik met een jongen date ging, dat ik het gewoon echt niet leuk vond. Of hij was gewoon niet grappig. En dan ging ik vriendinnen bellen van, hey, bel me. Zeg, ik moet nu weg. Insecten gegeten. Ja, man. Voor wat? In Spanje. Schorpioen. Hoe noem je dat zo'n... Ja, schorpioen. Is schorpioen een insect? Ik weet het niet eigenlijk. Is het een insect? Een schorpioen is groot, insecten zijn klein. Ja, ik heb insecten. Maar wat is klein? Want het past in je hand. Maar ja. Is schorpioen niet een soort van neef van een kreef? Hey, let's go. Ja, ik heb insecten gegeten voor opnames voor Top Notch, maar dat was echt heel vies, man. Een leraar gepest. Zo, sorry, man. Ja, eentje, maar ik heb er wel echt spijt van, man. Ik had een geschiedenisdocent, maar hij was echt heel zielig. En iedereen ging hem altijd pesten omdat hij gewoon niet wist wat hij moest doen. Ik had één keer, iedereen ging elkaar bluffen, want ik zat op een speciale school voor kinderen met gedragsproblemen natuurlijk. Ja, en toen, gingen ze elkaar bluffen van wie gaat er die, hoe noem je dat, van die pincets toch? Wat? Met die scherpe dingen. Pincets zijn dat. Ja, oké, ga verder met je paal. Dus toen had ik die pincets onder die stoel gedaan van die leraar. En toen ging die leraar erop zitten. En ik weet nog, het was zomer, dus iedereen had korte broekjes aan. Dus ik had die hele stoel volgezet met de pincets. En toen ging die docent erop zitten en toen... Wauw, een klasgenoot gepest. Ja, oké, okay, fijn. Nee, man. Jawel. Sorry, ik werd altijd gepest. Ah, zielige jij. Nee, zo werd je gepest dan? Gewoon, ik was makkelijk doelwit en ja, het boeide me eigenlijk ook niet echt. Dus ik werd wel gepest, maar ja, ik liet eigenlijk gewoon over me heen lopen. Want ik had ook geen zin om energie eraan te verspillen. Maar weet je wat vaak is? Hé, waar gaat die? In ieder geval, vaak mensen die gepest worden. Zeggen dat mensen die iemand pesten zijn vaak jaloers op diegene. Ja, of zijn zelf gewoon heel erg onzeker en dan gaan ze iemand pakken die een makkelijk doelwit is. Ja, niet per se makkelijk doelwit, maar vaak kiezen ze iemand uit om zichzelf beter, hoe zeg je dat, ja, zodat mensen hun mogen. Dus het is eigenlijk gewoon een onzekerheid van die pestkop. Dus in principe kan je zeggen, degene die pest is gewoon zielig. Ja, zielig. Gewoon zielig, al je bezig lelijk. Met je les. Pa. Wakker geworden op een plek waarvan je niet wist dat je daar was. Ja, man. Toen ik heb een tijdje in Spanje gewoond. Kom. En toen weet ik nog dat ik op het strand aan het lopen was. En ik was echt van je. En toen, toen werd ik gewoon wakker op het strand, man. Met zand in mijn broek en zand in mijn sokken. En maar ik werd wel lekker wakker, dat wel. Ja, ik bij een vriendin, man. Bij Nebby. Maar woont ook in Enschede. Okay. En ik wist nog, we gingen uit, we gingen echt veel drinken. We wouden elke keer in een club gaan, maar we mochten nergens naar binnen. En toen gingen we echt 10 km per uur op de snelweg rijden. En toen werd ik wakker en toen dacht ik van, hey, waar was ik ook weer? Ja, dat. Waar werd je toen wakker? Bij haar thuis. Oh.
nou een leuk verhaal. Ja. Volgende. I have, I don't have. I have, don't. I have not. Oh, I have not. Heb je ooit iemand voor de gek gehouden? Voor de gek gehouden? Ik weet niet of ik iemand voor de gek heb gehouden. Ik denk, nee. Ik wist nog toen ik net bekend was op Instagram. Toen was er een account, echt een heel groot account. Die designerschoenen afloten aan alleen maar voetballers. Mm. Dus ik zei van ja, ik ben de grootste influencer van Nederland. En als je mij sponsort, dan krijg je sowieso kapot veel. Dus toen had hij die blauwe Balenciaga's opgestuurd. Ik had één foto gemaakt en toen heb ik me weer iets gezet. Maar daar voelde ik me later wel schuldig over. Ja? Ja. Ik ben gek, man. Ik denk als ik influencer zou zijn, zou ik echt lijp misbruik ervan maken, man. Met die vinkje. Ik zou iedereen DM'en. Van yo, fuck, I'm the biggest artist in the Netherlands. Everybody knows me, you know, let's... Nou, met jouw Engels ga je echt niet ver komen, hoor. Yes, willen jullie nog andere dingen van ons weten? Zet het in de comments. En volg ons dus op Instagram, op TikTok, op alles. En ja, als jullie ook nog ideetjes hebben voor andere video's, zet het ook in de comments. Want wij vervelen ons dood tijdens quarantaine. En dan zien we jullie later weer. Pow!